Kathleen Aerts, goedemorgen. Ik ben niet helemaal naar Zuid-Afrika gereisd om jou hier vandaag te ontmoeten. Vertel mij eens, waar zijn wij? Wel, wij zijn speciaal helemaal vanuit Zuid-Afrika naar Kampenhout gereisd voor dit prachtige Kaapwijnfestival. Ik denk dat je hier vandaag maar liefst 500 verschillende wijnen kan proeven. Waaronder natuurlijk ook onze droomwijn die wij speciaal helemaal uit Zuid-Afrika hebben meegebracht. Vertel daar eens wat meer over, want jullie maken die wijn dan zelf. Wel, we hebben een hele goede wijnmaker die de wijn voor ons heeft gemaakt, want dat is natuurlijk niet onze specialisatie. Wat we wel heel goed kunnen is de wijn proeven. Dus we hebben het afgelopen jaar heel veel mogen gaan proeven, totdat voor ons de perfecte smaak was gemaakt. En zo hebben we dan een hele lekkere easy drinking witte wijn gemaakt, een rode wijn en een rosé. Dus voor elk seizoen in België wat wils en ook voor iedereen wat wils. En komen jullie dan speciaal zo om de zoveel tijd een keertje naar België om die hier op de markt te zetten? Wij zijn altijd blij om nog eens naar België te komen om natuurlijk de mensen warm te maken. Om niet alleen de wijntjes te proeven, maar ook om Zuid-Afrika of een van de andere Afrikaanse landen te bezoeken. We vinden het altijd leuk om ons enthousiasme over te brengen op de mensen hier. Hè? Hoe lang ben jij nu in België op dit moment? We zijn hier een drietal weken, dus we combineren een beetje... Het werk met uiteraard ook de familie en de vrienden is terug te zien. Hè. En tussendoor is goed naar het Frietkot te gaan. Hè. Want ik neem aan dat je dat in Zuid-Afrika bijvoorbeeld wel mist. Missen is veel gezegd, maar als we hier dan in België zijn, dan kan ik het toch niet laten om een broodje krabs laten eten en om eens goed naar het Frietkot te gaan. Dus voor de kilo's is het hier niet zo goed. Maar ja, dat zijn zorgen voor later. Hè. Hoe gaat het met de B&B? De Droomguesthouse, dat loopt fantastisch. Uiteraard, nu ben ik in België, maar we hebben dagelijks contact met het hele team daar. Ik ben dan ook heel trots dat we eigenlijk toch op een 2-3 jaren een fantastisch team hebben samengesteld. Zodat alles heel goed blijft runnen als wij dan eens in België zijn. Maar de mensen zijn blij en dan ben ik ook blij. Hè. Dat is het belangrijkste. Hè. Als de klant content is, dan zijn we ook heel tevreden. Hè. En voor de mensen die nu niet in de mogelijkheid zijn om helemaal naar Zuid-Afrika te reizen, is er een mogelijkheid dat wij jou en misschien jouw familie nog een keertje bij ons op televisie zien? Wel, er is nog niks concreet, maar er zijn wel gesprekken gaande. Dus wie weet, naar de toekomst toe kunnen wij jullie weer eens een inkijk geven in ons leven daar, hoe dat allemaal gevorderd is.